Yo, kijkers, yo. Welkom bij een nieuwe video. Kanker, honden. Kijkers, we gaan nu even over die man ophouden. Ik ben toch boos op die man. Kan je gewoon niet accepteren, kijkers. Hier, kijk, over accepteren gesproken. Daar staat het. Toevallig. Ja. Hoe verzin ik het? We gaan het thuis hebben met jullie spelen. Nou ja, we gaan het thuis gaan met jullie spelen. Nu gaan we een keertje thuis met jullie spelen. Ja. Ja. Kijk, ze gaan we met jullie een wedstrijdje uitzoeken, kijkers. En dan gaan wij... Ik heb een thuisgeschuit, hè? Ja. Ik heb een thuisgeschuit met jullie. Oké. Ik weet er één, kijkers. Ik weet er één. Van de vorige teams gaan we naar Bijmus. Dit is de ene laatste wedstrijd met jullie. Dan gaan we... We gaan spelen Bijmus tegen Benfica. Nee. Niet in het zwart. Hé, hey, ze hebben ook een zwarte shirt. Hebben zij er vier? Ze hebben er gewoon vier. Wit. Rood-wit? Ja, wit. Gaan we spelen bij Bijmus tegen Benfica. Startlimiet 2? Ja. Makkie, hè? Dag eerst kijken van PSV AC Milan. Wat was dat slecht, zeg. Oh my god, wat was dat slecht. Ik ben al een kampioen, kijkers. Is dit nou weer, joh? Smolert! Ja. Moet een beetje hoesten, kijkers, hè, van dat ding. Kijk eens, ik heb de bal nu. Oh my god. Maar ik moet die bal pakken, kijk, dus ik wil winnen. Ga ik nou weer zo slecht spelen? Wat was gisteren slecht, kijkers? Ik heb nog nooit zo slecht in perspoortje gespeeld. Gisteren was het zo slecht. Het was ook zo slap, was het. Kijkers. Het was echt slap. Het had wel 2-0 mogen worden voor PSV. Het was zo slap. De omschakeling, het was zo slap. En nu hier weer. Het is weer zo slap. Nu heb ik hier de bal. Ik moet echt gaan passen, anders gaat het echt mis, heb ik het gevoel. Ik heb het gevoel dat hij niet op amateur staat. Je moet echt gaan passen, jongens, gaat echt mis. Ja, kijk eens, ook al voor het storen, dan word ik ook zo gek. Dat ze dan steeds iedere keer de deur open doen. Oh, wat speel ik slecht, zeg. Net als gisteren. Dat was ook zo slecht. Maar ja, ik heb wel gewonnen met 0-2. Dat begrijp ik echt niet. We hadden het gewoon een 0-0 mogen worden. Van mij. Ja, gisteren had het van mij 0-0 mogen worden. Maar ja, 0-2, hè. Ik denk wel, ondanks een slecht spel, wel denk ik terecht. Hier, ik wil gewoon uithalen. Staat hij ervoor? Ook zo gek van. Kijk eens, oh my god. Hey. Kijk eens, ik speel weer zo slecht, kijk eens, weer zo slap. Het heeft er niks mee te maken dat Benfica een topclub is. Ondanks dat hij op amateur stond gisteren, heb ik gewoon gewonnen met 0-2. Speelde ik gewoon zo slecht ondanks amateur. Dat was echt zo slecht, kijk eens, dat was de slechtste perspotje die ik ooit heb gespeeld. En dat het dan misschien wel 2-0 mogen worden. Mogen worden voor een PSV. Oh, wat een bal. Oh, daar komt hij. Lewandowski, daar gaat hij. Eerst schot op goal. Ja hoor. 1-0. Hoppa. Nee, kijk eens, een penalty. Nou. Dan weet het maar, hè. Als ik deze stop, hè, kijk eens, ik ben echt de held. Kom op, ik ga deze stop, geloof me maar. Dan moet ik gaan duiken. Oh, ik heb hem! Hoppa, ik heb hem! Lekker! Ik heb hem! Hoppa, lekker! Wat lekker, zeg. Hoppa, ik zei ze toch. Deze kan ik makkelijk stoppen, maar volgens mij ging hij op de paal dat ik hem... Hoppa, oh, dat doe je! De kans!
Hier zie je wel, kijk eens hier. Lekker, ik heb hier penalty gestopt. Zie je wel, kijk eens. Het kan gewoon makkelijk. Gewoon lekker die penalty stoppen. Kom op. Even nog even. Hé, niet duur, kom op. Hoppa, ja hoor, 2-0. Ja, lekker. 3-0, hoppa. 3-0. Ja, nu lukt het wel, kijk eens, om vaak op een goal te schieten. Waarom lukt dat gisteren dan niet? Lekker. Olé, olé. Kijk eens, toch weer een tegendoelpunt. Wat is dit toch, joh? Krijg ik weer een tegendoelpunt. Ik kan gewoon niet de nul houden. Dan staat het helemaal 15 keer nul gehouden. Dit is de 38ste tegendoelpunt die ik krijg. Ik wou gewoon die bal gewoon wegschoppen. Krijg ik weer een tegendoelpunt tegen. Daar word ik ook zo gek van. Hier, dan pakken ze die bal weer af. Waar ik ook zo gek van word. 3-1. Wat slecht zeg. Ja, kijk eens, wist je nog aan het begin, kijk eens. Toen kreeg ik echt zoveel tegendoelpunt. En toen dacht ik van, wanneer gaat het nou een keertje stoppen? Dat tegendoelpunt. Oh, dankjewel. Lewandowski. 4-1. Hoppa. Het is de tweede. Lewandowski. 4-1. Hoppa. 4-1 door Robert Lewandowski. Is dit nou, joh? De laatste thuiswedstrijd, kijk eens, win ik vreselijke vriendelijk met 4-1 van Benfica. Mooie topaffiche, kijk eens. Hier die bal. Oh, wat slecht. Driving on now. Hoppa! Lekker! Weer Müller. Kijk eens, ik heb 3 keer gewisseld. Lewandowski en Müller gaan eruit. En Coman komt erin. Oh, wacht. Kan. Koeman. Oh ja, als je die ene bij krijgt, dan krijg je Koeman. Dan krijg je die teringlaaier weer. Ook Groenendijk. Kan toch niet, joh! Dat kan je niet accepteren! Dan is Ruud Brood weg. Dus echt blij met kijkers. Door hem moest ook Ruud Brood weg. Lekker voor hem. Echt blij dat ze slagen Brood. Zodra je half jaar weg moest gaan, moest Brood ook weg. Daar komt hij. Daar komt hij. 6-1! Wat de nada! Dat was de beste keer ever! Is het niet aan de? What the night, dat was de best game. Even ziek zo. Is het niet aan de? Oh ja, ja, ja. Wat is het aan de? Wat gebeurt hier toch in hemelsnaam? De eerste helft was een zo slechte wedstrijd. De eerste 20 minuten. En ik scoorde nu 6. Dat is echt veel, kijk. Dat is echt veel. 6-1. Laat het weer geen 6-2 worden. Net zo. Dit is mijn vader tegen Benfica. Nu is wel genoeg. Kijk eens. Ja, want ik lag weer te kloten met de keeper. Het was zo dom, kijk eens. Het was zo dom. Maar ja, die bal die ging eerst op de paal. Zo, maar helaas ging hij erin. Niks aan de hand. Het is de corner. Het is de corner. Ik raakte die bal aan. Kijk eens, nog steeds 6-1, kijkers met jullie. Een geweldige wedstrijd, kijkers. 6-1, maar liefst. Godverdomme. Ja, kijk eens, gisteren over die Denzel Dumfries, maar ja, kijk eens, gelukkig is geen PSV tegen Benfica. Dat ik ook graag wilde spelen vandaag, PSV tegen Benfica. Komt-ie. Ja.
Michel. Godverdomme. Raak ik weer die bal kwijt. Laat alsjeblieft niet weer een tegengoal. Anders word ik er zo gek van. Sparta Utrecht 2, Feyenoord Utrecht 2, PSV AZ 2, Willem II FC Utrecht 2, Arsenal FC Utrecht 2, Feyenoord tegen Benfica 2, goals tegen. Het kan gewoon niet, kijkers. Ik lig gewoon steeds te kloten. Ik kan gewoon vaak niet de nul houden. Ik kreeg gewoon zo vaak 2 tegen. Als ik er nou weer 2 tegen krijg, is ook echt gek. Ook echt gek. Niks aan de hand. Ja, omdat ik bij een PSV AZ moest zo nodig ingrijpen. En toen kreeg ik die penalty tegen. Ja, en toen werd het 2-3. 7-1! Hoppa! 7-1! 7-1! Ik heb nog 4 minuten extra tijd, kijkers. Ja, maar liefst 7-1, maar liefst. Ook de ene laatste wedstrijd, kijkers, heb ik gewonnen. Ik heb maar liefst 91 punten. Ik ontbreek er gewoon 6 omdat ik van PSV bij Moes had moeten winnen. En ook van PSV Utrecht. Omdat ik weer zo dom lag te kloten. Maar voor dan komt die 8-1. Oh nee. Niks aan de hand. En 7-1. 7-1, kijkers maar liefst.